Om de toekomstige junior arbeidsinspecteurs meer inzicht te geven over veiligheidsaspecten binnen de arbeidssector, heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning en Binnenlandse Zaken een veiligheidsaspectentraining georganiseerd. De aspirant arbeidsinspecteurstraining startte in augustus 2022. Marciano Sejo zegt dat tijdens deze training de kennis op het vlak van asbestsanering, stoom- en damptoestellen en zandstralen wordt bijgebracht. Bij wet is het verboden om asbest te verwerken en te bewerken. Wanneer komt de arbeidsinspectie in beeld? Want asbest zelf is niet gevaarlijk als je niet eraan gaat. Er is een wet dat staat geschreven bij verwerken en bewerken van asbest, dien je een ontheffing te vragen bij de dienst arbeidsinspectie. En daarom moeten we als instantie ook kennis van dragen, omdat belanghebbende derde ontheffing vraagt. Ontheffing is anders, niets anders dan een vergunning. Oké. Als belanghebbende moet je ontheffing vragen om asbest te saneren. Je doet het niet zomaar, onder supervisie van arbeidsinspectie gaat dat. Na het afronden van deze training worden de nieuwbakken junior arbeidsinspecteurs meteen ingezet voor het volgen van de opleiding tot buitengewoon agent van politie. Bij het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden moeten zij in staat zijn om bijvoorbeeld een procesverbaal op te maken. Dit behelst de omgeschreven functievoorwaarden.